Samen met Lisa op de bank terugkijken naar een uitzending van het Jeugdjournaal. En dat is schrikken. Kennisnet luidt de noodklok. We kunnen eigenlijk gewoon geen dag langer meer wachten. We moeten meer en sneller met de computers in het onderwijs gaan doen. Moet ik me zorgen maken over de toekomst van Lisa? Dit is haar schoolklas. Goedemorgen. Hoeveel computers tel ik in deze klas? 1, 2, 3. Maar zo kan het ook. Een schoolvoorbeeld volgens Kennisnet. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Zo, dat zijn er veel. Terug naar basisschool De Kleine Reus in Amsterdam. Lisa zit hier in groep 7. Ze gaat met plezier naar school, maar de vraag is nu of ze wel goed onderwijs krijgt. Geen resultaten gevonden, krijgen we dat weer. De Droomspiegel in Almere. Hier is het streven, elk kind een eigen laptop. Het maakt de kinderen ook heel betrokken bij wat ze doen. Meer dan het schoolbord meer, en pen en papier? Ja, nou zeker. Kinderen zijn tegenwoordig veel visueler ingesteld, willen graag dingen zien. Oh. Het is natuurlijk de PSP, de DS, het is allemaal zien, zien, zien. Dus echt dingen zich voor kunnen stellen, wordt vaak al wat lastiger.